Hi, welkom terug bij een nieuwe video. Leuk dat je kijkt. Mijn naam is Senneke. Welkom op dit kanaal. Janelle die heeft vandaag een vriendje over de vloer, dus we zijn even aan het gamen boven. Eerder op de dag zijn we nog wel eens co-gaming geweest en we zijn daar even een uurtje lopen gamen. En ja, nu gaan ze dus even verder boven gamen. Maar goed, wat we vandaag gaan filmen voor jullie is... wat ik zelf heel erg leuk vind is dat wanneer er een kindje komt spelen, dat we altijd nog een activiteit samen doen. En we hebben vandaag een challenge. En het is een drinking challenge. Geen alcohol. Oké. I know what you're thinking. No, we doen niet. Dus ik heb een aantal flesjes drinken en blikjes drinken gehaald. En dan mogen we raden wat het is. En het is niet zo makkelijk, want we gaan het in een doos plaatsen. En het enige wat we dan zien zijn de rietjes. En dat moeten ze dan even proeven. Dus dan gaan we kijken wie het meeste goed heeft. Dus dat is een beetje wat we gaan doen vandaag. Ik heb een doos hier. Ik ga uitkijken met mijn adres. Ja, want je hebt van die laupies, crazy people. Die hier maar zo komen opzoeken. Nou, we gaan dus deze doos half open snijden. Oké, hij is half open, jongens. Nou, ze zien dus helemaal niks. En hier gaan we dus drinken in zijn plaatsen. Ik ben eigenlijk bij de Jamir geweest. En ik heb de blueberry, raspberry. Nee, dit is nummer 1. Dit is nummer 2. Appel en soda cake met lemon volgens mij. Of nee, alleen appel. Appel, lemon. Sour soda. Nou. En ik moet ze echt overal verstoppen. En dan hebben we gewoon de basis: gewoon simpel water. Ananas. Ik bedoel, sinaas. En een colaatje. Nou, zo ziet het er dus uit van de achterkant. Ik heb echt een hele kast vol met knutselspulletjes. Ik ben echt zo een moeder. I'm definitely that mom. Dus we gaan het een beetje mooi versieren. Want ja, het oog wil het ook wel, zeg ik altijd. Ik ben Genoa en ik ben 10 jaar oud. Ik ben Genaro en ik ben ook 10 jaar oud. Vandaag gaan zij dus de... Guess the drink challenge. Doen! Oké. Nou, de regels. Als je denkt dat dit bijvoorbeeld Fanta is of cola, dan mag je zeggen, ik ga het niet bevestigen. Ik ga niet zeggen, oh, het is goed of niet. Dan gaan we na afloop, wanneer we klaar zijn met proeven, dan mogen jullie zelf zien wat wat is. Ja? Oké. Oké, dus ook al denk je van, oh, dit is het, ik ga het niet bevestigen. Oké, let's start. Fanta. Fanta. Limonade. Water. Die en die niet. Maar wat proef je dan? Hier een beetje. Een soort van. Een soort van snoep, denk dat we hadden gekregen. Die soort van sap dat we hadden gekregen.
mij bellen als ijzerrol of zoiets. We hadden het wel gekregen. Nou ja, als je niet weet wat het is, dan, dan gaan we naar de volgende. Ben je nog op de trap? Laatste. Mami! Bella! Oké, Janaira denkt dat hij er minimaal 2 goed gedaan heeft. Oké, let's start! Fanta? Ik wil ginger ale. Nee, dit is Dr. Pepper. Dit is Fanta, citroen of limoen, weet ik veel. Dat was Dr. Pepper inderdaad. En Genoa, wat had jij? Ik had water, Fanta en cola. Nee, maar ik had die. Ik had na. Terwijl je zei nog wel appel, mint, puur. Ik denk van, appel? Want die is appel. Dus... dat is een half. Is nee, half Genoa, maar nee. Is half punt. Genoa zei het gewoon zomaar. Hij was niet aan het proeven. Dan krijg ik een 4. Nee. Nee, niks. Nou jongens, wat vonden jullie ervan? Stom. Stom? Ja. Waarom? Ik heb verloren. Wat je hebt verloren. Ja, maar waarom? En ik moet dat niks omdat ik heb gewonnen. Oké, mogen wij een van deze 2? Ja, tuurlijk. Laat het ook gewoon nog drinken, Janelle, ondanks je het zo zuur vindt. Nou jongens. Dit was het einde van de challenge. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Like, subscribe en abonneer. Laat het zatten. En volg mij op TikTok. Ja. Avatarfan. Jee. Ja, je komt er wel. Je ziet het wel. Maar ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken en we zien jullie in de volgende video. Ciao!